Dat was de best disco in town. En wij hebben er ook eentje. Er is er trouwens maar eentje open elke dag. En daar gaan we dan nog wel eens regelmatig heen. Zo ook gisteravond. Maar gisteravond zat er niemand. En dat was wel jammer. Toen ben ik meteen maar weer weggegaan. Dus die best disco in town, die kon het gisteren ook wel vergeten. De Richie Family draaiden we na mevrouw Van Gelen. En die had 2 LP's bij elkaar gewonnen. Telefoon 010 Sessel in die spetgesnerveus in Rotterdam. Voor bevoorrading van aardappelen. Snelle levering in heel Nederland van Eigenheimers, Windjes en rode aardappelen. Is altijd de goedkoopste en levert uw bestelling gratis af per vrachtwagen. In jute zakken of gestort. Aardappelen in Rotterdam. Telefoon 010 die spetgesnerveus 06. Hey Bart, bedankt. Goedemiddag en welkom op deze tweede paasdag, de 23 april, bij Radio Veronica op Hilversum 2 op de 402 meter middengolf en vanaf 5 uur ook op FM. Het programma zal vandaag anders klinken dan u dat gewend bent op maandag. Geen nieuwsradio, geen sport, geen trend, geen confrontatie en ook niet het zwarte gat. Maar tot 12 uur vanavond het grote Veronica-avontuur op Hilversum 2. Het Veronica-avontuur dat startte in 1959 en na 25 jaar nog niets avontuurlijks heeft verloren. In 25 jaar van piraat tot zendgemachtigde, binnenkort met A-status. Een kwart eeuw om op terug te kijken, maar ook om stil te staan bij het heden en te kijken naar de toekomst. Dat gaat u allemaal meemaken in de komende uren tot middernacht. Een radioprogramma waarvoor veel Veronica-medewerkers zich inspanden, maar dat vooral gecomponeerd werd door Jan de Hoop, Ton Lathouwers en technicus Kale van Koot. Goedemiddag. De Veronica-geschiedenis begint in 1959. Een aantal Amsterdamse radiohandelaren heeft het ambitieuze plan om een radiozender op te zetten. Aangezien een wettelijke zendvergunning uitblijft, besluiten ze een zender vanaf zee te beginnen. Naar het idee van Radio Mercour, een drijvend radiostation voor de kust van Denemarken. 19 ondernemers zien brood in het Nederlands initiatief en investeren gezamenlijk 100.000 gulden. Het moet een commerciële zender worden. Reclameboodschappen afgewisseld met populaire muziek. De naam van het initiatief, de VRON, oftewel de Vrije Radio Omroep Nederland. Er wordt een schip gekocht, de Borkum Riff. In april 1960 gaat het zendschip voor anker voor de Nederlandse kust. De naam VRON is inmiddels veranderd in Radio Veronica. De eerste uitzendingen zijn te beluisteren op 21 april 1960. Maandag 23 april 1984, goedemiddag, u bent terug bij het grote Veronica-avontuur. In de jaren 62-63 ontwikkelt Radio Veronica zich tot een echt commercieel radiobedrijf. Niet alleen van de luisteraars, maar ook van de adverteerders is de belangstelling groot. Een programmamaker die dagelijks te horen is, heet Joost den Draaier. Radio Veronica, KK, 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 het vrijs, waar de vrienden van de volgehoorde hits, punt vrij. Je bent er met HB2 op een punt, juist Joost, mag het weten. Zullen hier in de komende 3 kwartier gewoon te vertrouwen. De afleggetjes, spijtjes in de beste tijd gehad hebben onder het motto Sic Transit Gloria Discris. Jawel, correct. Hitbouw van NAP en EP Hits, want een haar door elkaar het geheel. We hebben ook een plootje gekozen, hebben zelfs dit rijtje. Van de Revolver LP van de Beatles. Dit is de weggelopen Fortune Glendale. Barabadi Boom de la. When the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. Zoals ik al vreesde, bleek er een groot verschil te zijn tussen radio in Amerika en radio in Nederland. Radio Nederland was nog steeds op een niveau van voor de Tweede Wereldoorlog. Want de noodzaak tot verandering is er niet. En als die er niet zijn, dan is de mens geneigd tot behoudendheid. Het stenen tijdperk in Nederland en de 20e eeuw radio in Amerika, dat maakte diepe indruk op mij. Dat wist ik ook wel, want ik las altijd veel vakbladen, maar toen ik het met eigen ogen gezien had, toen wist ik helemaal precies hoe het moest. Toen zijn we de hitparade gaan voorbereiden, een systeem om het top 40 te maken. In feite, tot aan de huidige dag is het precies hetzelfde systeem gehandhaafd. Ten tweede, jingles, dat bestond niet in Nederland, dus 192, goed idee, luister mee naar Veronica, die heb ik allemaal verzonnen. Dus een hele serie, die is ook in 1964 gemaakt, was dit. Eerste gebruik in Nederland van jingles, ik wou dat ik dat idee nooit gehad had, want dat is later een ziekte geworden tot aan de huidige dag. Helaas, disjokers die niet weten wat ze zeggen, moeten die gebruiken maar een jingeltje.
Horizontale programmering was ik ook al van plan, maar dat stuitte op de meest ernstige verzet van de directie. Want het was wel leuk om een kwartiertje kant-en-klaar te verkopen aan Het is weer tijd voor Noordstreet en aan Bayer Aspirine en aan Matadorcheck en aan weet ik veel wie allemaal. Bovendien kregen we die kant-en-klaar aangeleverd, dus daar hoefden de heren niks voor te doen. Maar ik had er ernstige bezwaren tegen, ondanks het geld dat het opdracht, want het was een programmering van niets. En daar had ik ook ernstig bezwaar tegen. Dus daar is ook allemaal, dat weet ik niet helemaal precies wanneer dat ingegaan is. Maar de horizontale programmering zal ook najaar 65, begin 65 wel van start gegaan zijn. Dus iedere dag hetzelfde uur en al liefst 2 uur achter elkaar, dezelfde meneer of dezelfde mevrouw. Radio Veronica met het nieuws. Van de eerste nieuwslezers is Hans Mond. Ja, hoe kom je aan het nieuws, of hoe kwam je aan het nieuws destijds, dat was lang geleden. Veel van mijn collega's die hebben geluisterd naar de Hilversumse zenders en gingen dat in een andere volgorde, met een andere vertaling, brachten ze dat even voor ene in het eerstvolgende nieuws. Ik heb dat ook gedaan uiteraard, ik maakte gebruik van de binnenlandse berichtgeving, maar voor de buitenlandse berichtgeving luisterde ik heel vaak naar de radio, naar de BBC, naar de BRT, naar de Duitse zenders. En wat nog leuker was, we hadden 2 telexapparaten aan boord. En bij een beetje redelijk weer, dan werkten ze. En dan zat ik de hele dag achter de telexmachine en registreerde zo dus het verse nieuws. En was vaak een half uur tot een uur of anderhalf uur eerder met het nieuws dan het ANP. Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje. De eerste plaat die ik destijds kocht, nadat ik er 3 maanden voor gespaard had, Sofietje van Johnny Lyon uit augustus 1965. In 1965 dreigt er opnieuw een einde te komen aan de uitzendingen van Radio Veronica. In dat jaar wordt namelijk het verdrag van Straatsburg opgesteld. Het is een Europese overeenkomst ter voorkoming van radio-uitzendingen door stations buiten nationaal gebied. Nederland ondertekent het verdrag wel, maar ratificeert het niet. Veronica kan dus voorlopig doorgaan. Door de enorme luisterdichtheid van het station zijn de omroepen in Hilversum zo langzamerhand ten einde raad. Dan bedenkt Hilversum een tegenzet, Hilversum 3. Op 11 oktober 1965 wordt de officiële popzender geopend door de toenmalige minister van CRM, Vrolijk. Ik denk stellig dat Veronica een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van Hilversum 3. Hilversum 3 was hoe dan ook was gekomen, er was behoefte aan, dat bleek ook namelijk, omdat Veronica niet te ontvangen was in alle delen van Nederland. Dus er was behoefte aan een uitgesproken lichtingmuziekzender. En Veronica heeft dan dit waarschijnlijk, de piraat, Veronica heeft dit waarschijnlijk wel doen bespoedigen. V-E-L-O-R-I-C-A, Veronica, Veronica, het station van de Hilversum 3 heeft het voordeel dat het in heel Nederland goed te ontvangen is. Bovendien kan het gebruik maken van FM-zenders. Qua luisterdichtheid kan het station echter niet tippen aan die van Veronica. Ze hadden 1 grote treffer en dat was arbeidsvitamine. Dat was non-stop met verzoekplatenprogramma, wat de mensen het leuk vonden om te horen. En dat haalden ze van Hilversum 2 af, geloof ik, en dat deden ze op Hilversum 3. En ik heb dat heel erg gemerkt, met name met het programma Koffietijd, want ik zat er 's morgens van 10 tot 12. Maar het is eigenlijk nooit een echte concurrent geweest. Want waarom was dat geen concurrent? Kijk, bij ons had je 8 of 10 discjockeys iedere dag weer op dezelfde tijd. Hilversum 3 had nog eens een keer 30 keer zoveel discjockeys en zoveel radiostations. Dus iedere dag was een andere omroep. Een AVRO op de maandag, ik roep maar wat. En een VARA op de dinsdag, dat was toen niet, maar dat is dan nu. Maar dat had je. En iedere omroep had zijn eigen discjockeys. Dus dat duurde ze jaren, joh, voordat iemand herkende wie wat was. 1966, 67 en 68 zijn topjaren voor Veronica. In 1967 treedt de nieuwe omroepwet in werking. In navolging van Veronica leert Hilversum ook reclameboodschappen kennen, ondergebracht in de zendtijd van de STEP, de Stichting Eterreclame. Op 1 april 1968 zijn de eerste commercials op de Hilversumse zenders te horen. Say he doesn't want to do with Veronica today.
luistert naar het grote Veronica-avontuur op Hilversum 2. Al in 1970 werd het Radio Veronica duidelijk dat het niet eeuwig kan blijven bestaan. Hoewel de meeste personeelsleden doorgaan met de dagelijkse gang van zaken. Rob Oud is inmiddels de nieuwe programmaleider van Veronica geworden. We waren natuurlijk al jarenlang geconfronteerd met verhalen in de kranten die zeiden Veronica verdwijnt al van enkele maanden. Maar het bericht dat deze wetsontwerpen behandeld zouden worden in de Tweede Kamer, dat sloeg toch echt wel als een bom in. Dat was heel moeilijk voor de medewerkers om dat te verwerken. Je moet natuurlijk niet vergeten dat een aantal mensen programma's maakten, maar nauwelijks iets met het politieke spel te maken hadden. En ik moest bijna elke dag op en neer naar Den Haag. Dus ik had wat meer voor informatie en begreep wel dat Den Haag gewoon door zou gaan. Anderen hadden er andere gedachten over. Vandaar dat ik ook wat eerder kwam met de gedachte van een omroeporganisatie te beginnen. En de tegenwil, de tegenstand tegen die omroeporganisatie van een groot aantal personeelsleden kon ik me ook best voorstellen. Want dat was hun ideaal niet. Het was mijn ideaal ook niet. Maar het was de enige mogelijkheid die erover blijft. Voor de Nederlandse kust komt in 1970 een tweede zendschip te liggen. De Mebo 2. Het is een project van twee Zwitsers. Meister en Boyer. De naam van het station is Radio Noordzee Internationaal. En in 1971 begint Radio Noordzee met Nederlandstalige uitzendingen. Na een reeks ontwikkelingen vindt er op 15 mei 1971 een door iedereen betreurd incident plaats. U hoort Dulverwijn. Deze Zwitsers die hadden een schip hier in aanbouw in Nederland. En ik had van bepaalde zijde was het medegedeeld. Dat schip moet zo snel mogelijk weg. Want anders kun je wel eens een regeringsingrijpen verwachten. Ook tegen jullie. Nou, die mensen zijn weggegaan. Die hebben dan een grote geldlening toegegeven met keiharde contracten opgemaakt door een groot advocatenkantoor. Dat zij niet voor de Nederlandse kust zonder onze toestemming dan terug konden komen en ook niet Nederlands uitzenden. Ze zijn vertrokken naar Engeland, maar hebben zich daar bemoeid met met verkiezingen. En daar schijnt Engeland een stoorzender op gezet. Op een gegeven moment kwamen ze weer voor de kust. En toen wilden wij ons contract waarmaken. En dat stuitte op gewapende tegenstand. En ja, ze hebben een kort geding aangespannen. Maar achteraf is gebleken, dit is geen zaak van een kort geding. De kort geding verloren we natuurlijk. Nou, toen kwamen er allerlei aanbiedingen om dat schip naar binnen te halen. Zelfs de hele vissersvloot wilde doen wat ik afgewezen heb. Omdat het me te gevaarlijk leek, omdat ze gewapend waren. Toen heeft een ander die heeft dat op zich genomen om dat geluidsloos naar binnen te halen. En er zouden duikers aan te pas komen. En we lagen toch al vlak daar bij de 3-mijlzone. Dus dan was daar niks aan de hand geweest. Maar dat is helemaal verkeerd uitgepakt. En die jongens die voorgegeven hebben, ik heb ze zelf niet gesproken, dat ze daar werkten en die zouden zorgen dat het schip naar binnen kwam. Nou, die schijnen daar, of die hebben daar dan een brandende lap in de machinekamer gegooid. Met het gevolg dat daar een fikse brand is uitgegaan. Nou, daar heb ik dus, toen het puntje bepaald kwam en ik gearresteerd was, heeft de rechter ook gezegd, ja, ik weet wel dat jij hier geen opdracht voor gegeven hebt, maar ken jij je plichten als directeur van Radio Veronica? Ik zei, ja, weet ik. Ik ben verantwoordelijk voor wat er in dit geval geschied is. Nou, dus kreeg ik ook een jaar. Net als alle anderen.
1972 vraagt de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid de regering werk te maken van de wetsontwerpen 11.373 en 11.374, de zogenaamde anti-Veronica-wetten. De toenmalige minister van CRM, Engels, zegt toe de wetten op korte termijn in te dienen. En daarmee werd een proces ingeluid dat zou eindigen met het verdwijnen van Veronica. U hebt destijds in 1971, samen met 2 miljoen andere Nederlanders, die gele kaart ondertekend. Met Veronica blijft als u dat wilt. Dat blijkt nu zinloos te zijn geweest. Een onafhankelijk onderzoekbureau heeft verder onlangs door middel van een enquête berekend dat 75% van de Nederlandse bevolking wil dat Radio Veronica blijft. En toch, Radio Veronica verdwijnt. We kunnen er niets meer aan doen. Maar Veronica wilde nog één keer laten zien hoe populair het station echt is. Op 18 april 1973 wordt op verzoek van Veronica een hoorzitting in de Tweede Kamer gehouden. Op die dag zou verder een enorme demonstratie gehouden moeten worden. Daarvoor zou er eerst nog iets anders gebeuren. Op 2 april slaat het Veronica-zendschip van haar ankers en komt op het strand te liggen. 9 dagen is het station uit de lucht. Daarna wordt een week gebruik gemaakt van het schip en de zender van Radio Caroline. Op 18 april wordt het Veronica-schip in alle vroegte losgetrokken. Diezelfde dag worden de hoorzitting en de demonstratie gehouden. 18 april, we kunnen het toch proberen? Het koor en orkest van Ray Conniff en Harmony. Vlak voordat de Tweede Kamer op zomerreces gaat, zullen de anti-Veronica-wetten in de volksvertegenwoordiging behandeld worden. Op 26, 27 en 28 juni 1973 praat de Kamer 3 dagen over Veronica. De Veronica-debatten in juni 1973 worden via de telefoon bijna rechtstreeks via het schip uitgezonden. Nou, er werd op een hele vreemde manier gewerkt, want wij namen alles op wat er gebeurde in de Tweede Kamer. Reden dat met een hele snelle auto naar Scheveningen toe. Daar werd het gemonteerd. En daar ging het met een speedboot ging het naar het schip toe. En dan werd het uitgezonden. En ik had nog via een vriendje, een journalist, had ik een mobilefoon tot mijn beschikking. Die had ik aan boord gestationeerd. Dus ik belde vanuit de kamer, belde ik de laatste berichten door via de mobilefoon naar het schip toe. Dus wij dachten daar verder niet bij na. Je moest zelf tegelijkertijd doen dat niemand dacht van, dit gaat de verkeerde kant uit en het is fout. De klap kwam pas de volgende dag toen alle wetsontwerpen aangenomen waren. Ik stel voor te stemmen, bezitten en opstaan. Nick Koekoek. Ook bij nadere overweging verlangt de heer Koekoek over te stemmen. Ja. Halverborg gestemd. Mag ik de leden vragen hun plaats in te nemen? De stemming begint bij het lid van Ooyen. Verzoek de rivier de namen op te lezen. Ja? Van Ooyen. Patijn. Salomons. Van Mierlo. De voorzitter. De uitslag van de stemming is dat 94 leden zich voor het wetsontwerp hebben verklaard en daartegen 39, zodat het is aangenomen. Voor de anti-Veronica-wetten stemde Partij van de Arbeid, KVP, HR, CAU, GVP, SGP, PPR en een deel van D66. Tegen de wetsvoorstellen zijn VVD, DS70, CPN, de Boerenpartij, de Rooms-Katholieke Partij Nederland en de rest van D66. Na 5 uur hoort u wat er verder met Veronica gebeurde, dan ook weer via de FM. April 84, 25 jaar Veronica. Daarom vandaag tot middernacht het grote Veronica-avontuur op Hilversum 2. Mede namens technicus Karel van Kooten met een C aan die andere kant van het glas. Duska. Goedemiddag, u kunt het grote Veronica-avontuur nu ook weer via de FM ontvangen. Vlak voor de stemmingen over de anti-Veronica-wetten op 28 juni was de VOS, de Veronica Omroepstichting, opgericht.
De belangrijkste doelstelling was het blijvend in de ether brengen van radioprogramma's met het karakter zoals tot op heden gebracht door Radio Veronica, zonder het oogmerk daarmee winst te behalen. Na de stemmingen wordt ook de Veronica Omroeporganisatie opgericht. Wim Kea, Tweede Kamerlid voor de VVD, zou het eerste lid worden. Twee weken na de oprichting van de VOO hebben 100.000 mensen zich opgegeven als lid. Twee maanden later 200.000. Ruim genoeg om een aanvraag in te dienen voor een zendmachtiging als zeeomroep. De hele verdere zomer worden luisteraars opgeroepen lid te worden. In januari 1974 neemt de Eerste Kamer de Veronica-wetten aan. Radio Veronica vanaf zee zou haar langste tijd gehad hebben. In juli 1974 keurt minister Van Doren van CRM de zendtijdaanvragen af, waarna Veronica besluit een procedure te beginnen bij de Raad van State. Een paar weken later krijgt Veronica te horen dat het station op 31 augustus moet stoppen. Veronica! Dit is het laatste uur. Bart van Leeuwen was de laatste uitzenddag op het zendschip. Die laatste dag aan boord van het Veronica-schip, die was verschrikkelijk. Ik denk dat oude rotten in het vak, zoals Tieneke bijvoorbeeld en Lex, die al sinds jaar en dag bij Veronica werkte in die tijd, het waarschijnlijk nog moeilijker hebben gehad dan ik, want ik zat er toen pas anderhalf jaar bij. Maar ik ben altijd een grote fan geweest van Radio Veronica en het ging me echt aan het hart. De sfeer was vooral in de ochtend toen we met z'n allen naar boord gingen gemaakt vrolijk. Het was een beetje, ja, een sarcastische sfeer. Iedereen maakte grapjes over wat hij later zou gaan doen. Stan Haag heb ik ooit nog eens horen zeggen dat hij een fietsenstalling zou beginnen. En ja, we waren allemaal een beetje cynisch. En toen die dag zo verstreek, het werd 1 uur, 2 uur, 3 uur, werd het ook steeds stiller. Misschien kunt u zich van foto's herinneren dat we met z'n allen zo om die uitzendtafel heen zaten. En we keken als het ware naar de klok, hoe die wegtikte. Nou, een uur of 3 kon ik het niet meer zo aanzien. En toen ben ik naar boven gelopen, heb ik een half uur staan uitwaaien op het dek. Het was echt heel vervelend. Ik moet zeggen dat bijna niemand zijn tranen op dat moment heeft kunnen bedwingen. Het klinkt wat eng sentimenteel zo na een jaar of 10, maar het zit nog een beetje diep in mijn hart. We hebben nog precies 7,5 minuut. Duizenden jaren geleden ontdekte de eerste mens hoe hij vuur kon maken. Hij is waarschijnlijk verbrand door zijn medemensen. Hij was een boosdoener. Een piraat. Maar vanaf dat moment beschikten de mensen over vuur om zich warm te houden, licht te maken en zelfs voedsel te koken. Even later vond iemand het wiel uit. Hij is waarschijnlijk gevierendeeld op de pijnbank. Hij liet een geschenk na dat niet begrepen werd, maar de wegen alle delen van de wereld opende. Door alle eeuwen heen zijn er mensen geweest die de stoot gaven tot nieuwe ontwikkelingen. Met als enig wapen hun denkvermogen en creativiteit. Het antwoord daarop was altijd hetzelfde. Haat en afgunst. Ieder nieuw idee of ontwikkeling wordt aangevochten door een groep mensen die streven naar behoudendheid en machtsconcentratie. Het vliegtuig was onmogelijk. Narcose, zondig, ruimtevaart, godslastering, Radio Veronica en misdaad. Radio Veronica, ontstaan uit het initiatief van enkele Nederlanders, vermoord door een groep andere Nederlanders omdat het een bedreiging voor hun macht is. De populariteit van Radio Veronica bij het Nederlandse volk is de reden waarom het verdwijnen moet. Ons omroepsysteem is een ratje toe van kleine belangen. In stand gehouden door een klein aantal mensen dat geen oog wil hebben voor de belangen van de luisteraar of kijker. Radio Veronica is een bedreiging voor dat systeem en daarom moeten we verdwijnen. Toch kan het slechts een tijdelijke verdwijning zijn, want idealisme is een wapen waar moeilijk tegen te vechten is.
Niet gehinderd door en gebonden aan politieke belangen, machtswellust of angst, zal Veronica doorgaan. Moet ze doorgaan. Mensen hebben vuur, stoom, elektriciteit bedwongen. Oceaan overgestoken in een zeilboot. Vliegtuigen en stoerdammen gebouwd. De aarde kunnen verlaten door zijn denkvermogen, creativiteit en wilskracht. Veronica is opgebouwd door wilskracht en idealisme. Verslagen door hen die dat als een bedreiging ondergaan. Het is aan u als Nederlander, met gevoel voor rechtvaardigheid, daar een antwoord op te vinden. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland. Radio Veronica moet haar uitzendingen stoppen. Maar de Veronica Omroeporganisatie gaat door. Ons nieuwe adres is Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 021-50-17538. De Veronica Omroeporganisatie, Oude Engweg 24 tot 26 in Hilversum. Telefoon 021-50-17538. Veronica komt terug, hoe dan ook. Hilversum 4, zonder vertier. Hilversum 4, de serieuze zender. Tot u spreekt Tom Stom, hoofdafdeling klassieke muziek van de Veronica Omroeporganisatie. Goedemorgen, klassiek vrienden. Het is zover. Hilversum 4, de zender die zoveel klassieke muziek in haar muziek doet, is in de lucht. Dit is een historisch moment waar we wel even bij stil mogen staan. Zo, dat was dat. Neem ik die plaat af, wat krijgen we nou? Zeg, wat is dat voor een troepreek op Hilversum 4, ha? En is dat gekrijs dan zo? Wat? Heb ik, wat nou, verkeerde hoesje? Heb ik niks mee te maken, verkeerde hoesje? Dan moet je van tevoren uitzoeken dat je het goede normale hoesje opzet. Toch een belachelijke zaak op Hilversum 4, dat gekrijs van die battles. Zag iemand me gek, daar staat een goede plaat op. Belachelijk. Sorry hoor, ik hield weg niet meer. Dat was onze charmante omroepster Mary Schuurpapier, die u zo dadelijk ook zult ontmoeten in onze serie Klassieken voor de Zieken. Wij gaan nu verder met een volgend klassiek werkje. Dat is Antonio Vivaldi. Een concert voor strijkers en basso continuo, nummer 4 in AZ6730. Veronica Hilversum 1 is voor mij een beetje een hang naar vroeger. We hebben nu die serie, het Veronica Avontuur, op vrijdag zo tussen 12 en 1. En daarvoor heb ook ik heel wat oude bandjes af moeten luisteren. En dan kom je al die oude programma's weer tegen. Het leuke is dat op Hilversum 1, op woensdag als Veronica uitzendt, al die oude programma's weer een beetje terugkomen. Ik denk aan de jukebox, ik denk aan een nieuwe variant op Tieneke's Koffietijd, Kletskop dus, van Annette van Tricht, Wil Luikinga, ook Goedemorgen, Muziek Terwijl Werk niet te vergeten. En ik denk dat dat ook de kracht is van Veronica op 1, dat het erg spontaan is. Als je dat van vroeger beluistert, dan hoor je exact dezelfde sfeer zoals het tegenwoordig op Hilversum 1 ook is. En dat moet ook. Eigenlijk is nog belangrijker dat Veronica op Hilversum 1, niet alleen op de andere zenders, maar ook op Hilversum 1, zuiver voldoet aan de zenderkleuring die is ingesteld. Wij brengen een programma voor de hele familie.
En we zijn er nou ook best trots op dat er een heleboel mensen naar luisteren. De luistercijfers die stijgen enorm. We zijn zo'n 5 jaar geleden begonnen op Hilversum 1 met 1 miljoen luisteraars. Op hoogtepunten is dit nu al bijna de 3 miljoen gepasseerd. En ik ben blij dat de mensen daarom Veronica zo waarderen. Zeker op Hilversum 1. De horse was dat van Cliff Nobles. U heeft de afgelopen 3,5 uur geluisterd naar het eerste deel van het grote Veronica-avontuur op Hilversum 2. Tushka. Aan dit programma werkten mee Karel van Kooten, Ferdinand Fransen, Sander Ranke, René Mioch, Ton Lathouwers en Jan de Hop. Maar nu eerst tot 9:30 een programma vol met fragmenten van programma's die ooit via de 192 meter en via 538 meter uit zijn gezonden. Een brok nostalgie dus. Zeg. Ja, zeg het maar. Wou je zeggen tegen oom Joost dat... Hè? Zeg het nog eens. Zeg. Wou je zeggen dat je dit ook zo'n mooi plaatje vond? Nou, je draait Joost met de Boost of the Dutch Coast ook. Wildervus, prima plaatje. Van 9 naar 11, King Crisis van de Wildervus. Luistert naar Radio Veronica, het station waar muziek in zit. Op besluit van deze dag gooien wij alle remmen los. In 1971 had Veronica inmiddels iedere dag van de week op dezelfde uren dezelfde discjockey. En tussen 2 en 4 werd het programma gedaan door Lex Harding. En hoe dat klonk, hoor je nu. Zo, luisteraars, dat waren dan de nieuws- en de weerberichten. Goedemiddag, goedemiddag. Snelle auto's. Het is 5 minuten voor 1:30 op het ogenblik. En we zeggen natuurlijk ook goedemiddag tegen alle automobilisten die naar Radio Veronica zitten te luisteren. Doet u het wel een beetje voorzichtig aan, meneer? Nee, mevrouw natuurlijk ook, maar dat hoef ik niet te zeggen. Want vrouwen doen altijd veel voorzichtiger in het verkeer. Niet waar, Hans? Ja, nou, John Congo's is dit. Maar hier is gonna step on you again. Zo, Hein. Heb je alles ingepakt voor de safari? Alles, Willemien. En moet je dan geen koffie drinken, Hein, bij het kampvuur? Oh ja. Ontdek de schoonheid van schelpen. Van echte schelpen uit de Wereldzee. We zeggen ook hallo en goedemiddag tegen alle dames die op het ogenblik aan de afwas zijn. Ik heb een hele mooie plaat voor u. Het is eigenlijk alleen maar bestemd voor de dames die Mary heet, of Marie, of Maria of zo. Er is een nieuwe single van Guy Fletcher. Het heet Mary. Je hebt de mode onder de knie. Mooie kleuren, fijne dessins. Al vanaf 2 gulden. Je hebt de mode onder de knie. Met kniekousen Mary, mother. Heerlijk om zoveel keus te hebben.
Nu de kans je rijk te luisteren. Doe mee aan onze nieuwe stichtingsactie 1971 en win onder andere iedere dag een zonnig horloge ter waarde van maar liefst 89 gulden. En een supersnelle Amigo-brommer. En al deze grandioze prijzen voor maar 1 gulden mag ook meer op een briefkaart met de oplossing van de prijsvraag naar Radio Veronica, postbus 1971 in Hilversum. Een beetje van ons. Luisteraars, dit was op deze donderdagmiddag de 6e mei 1971 de Lex Harding Show. Techniek was in handen van Antje Bouwman. Zo ben ik om Giel Montagne. En zowel Antje als ik zijn vanavond om 7 uur bij u terug voor een nieuwe aflevering van de Lex Show. De Lex Harding Show uit 1971. 29e december wens ik u een hele prettige woensdagmiddag. De top 100 over het jaar 1971. Zondag 2 januari 1972. Tussen 12 en 6 uur. Je luisteraars, 8,5 over 8. Ja. Hey, maak eens kennis met het Veronica Racing Team. Vrijdag 30 en zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus organiseert het Veronica Racing Team met medewerking van de EMS en de firma Blanchard een tentoonstelling in het koerhuis te Scheveningen. Daar krijg je de unieke kans kennis te maken met de coureurs en de auto's van ons succesvol Veronica Racing Team. Er worden onder andere spannende racefilms vertoond en er zijn fraaie posters en stickers verkrijgbaar. Verder vind je de stand van Coca-Cola. Echt is echt, Coke is Coke. Hols, wereldberoemd Donatin en Donacot menu. Onthoud het. Vrijdag 30 en zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus het Veronica Racing Team in het Koerhuis in Scheveningen, geopend van 10 tot 10 uur en zondag van 10 tot 6 uur. Ja, dat kost altijd wat moeite het maken van dat soort spots, want schiet er altijd wel eentje in de lach en zo. Het is een sketch voor twee heren, luisteraars, maar u weet precies waar het over gaat, over die tentoonstelling. Tentoonstelling aanstaande weekend is het geloof ik, hè? Ja, 30, 31 en 1 augustus en zo. Ik heb hier nog een kaartje liggen en dat is afkomstig van Riek van der Spek van de M. Geniet nou eens van een echte knek. Die is de moeite waard. Die wereldberoemde kwaliteit geeft werkelijk voldoening. Internationaal gewaardeerd. Kunt u fluiten met een sigaret in uw mond? Lijkt me een beetje een probleem. Van Cor Klerks, ik hoop dat ik zijn naam gisteren al genoemd heb, rond 10 minuten voor 9, Noordstraat 38 in. Zo luisteraars, dat was het weer voor deze dinsdag, de 27 juli 1971. Onze uitzendingen van vandaag komen hiermee tot een einde. Ik bedoel, dit is het einde van ook Goedemorgen. We gaan gewoon door tot vanaf om een uur of twee. We hebben stapels programma's, heel interessante en zo. Bijvoorbeeld muziek terwijl u werkt, hè, tussen 9 en 10. Tussen 10 en 12 de Tom Collins Show. Tussen 12 de Lex Harding Show met Wil Luiking gaan, want Lex is op vakantie. En tussen 2 en 4 Giel Montagne. En tussen 4 en 6 de Rob Hout Show. Wat voor vrienden, Loosdrecht! Ja! Hartelijk dank voor het luisteren in de afgelopen 3 uur namens Atze Veenstra en Vaak en zo. En Atje Bouwman, die was er ook nog eventjes. Gewoon eventjes lang fietsen. Wat ook goedemorgen aangaat, gaat tot morgen over een uur of 6. Dan zijn we er weer. Tot ziens. En zo klonk op 27 juli 1971 ook goedemorgen tussen 8 en 9 Tom Mulder hoorde hier. Tom, destijds heette je nog Klaas Vaker. Toen nog wel. En daarvoor heette ik ook gewoon Tom Mulder. Ik ben destijds aangenomen voor een nachtprogramma. Henk van Dorp heeft toen die naam Klaas Vaak bedacht, omdat hij dacht dat past mooi bij het tijdstip waarop het programma wordt uitgezonden. Mijn eerste programma deed ik op 16 mei 1969. Een maand daarvoor had ik een bandje gebracht in de koffiepauze van het reclamebureau waar ik toen werkte. Toen werd ik 's middags op de dag erop werd ik teruggebeld dat ik de maand erop eigenlijk kon beginnen, min of meer met het nieuwe zomerschema. En het was ook zo dat je bij het reclamebureau bent gaan werken, omdat je graag voor de radio wilde? Ja, ik heb een carrièreplanning gedaan. Dat is heel slim. Ik ben eerst, in eerste instantie heb ik in 67 gesolliciteerd. Toen kwam ik bij Van Kooten terecht. Heb ik een stemproef gedaan nog op de Zeedijk. Met Nol Vis, kan ik me nog goed herinneren, de technicus. En toen kreeg ik een brief thuis binnen een week van... je zult binnenkort worden aangenomen als nieuwslezer. En hier zijn alvast de spelregels. Het is 1 week op en 1 week af. En toen, een week daarna, kwam er een brief dat Hans Mond was aangenomen. Het stond er niet in.
Maar ik hoorde later dat hij was aangenomen, dat hij had gevaren. Ja, toen in 69 ben je er dus wel bijgekomen. Toen wel. Toen ben je allereerst radiodrama gaan doen, dat nachtprogramma, dat heette zo. En dat ochtendprogramma, hè, wat je net hoorde. Ik denk dat dat begonnen is met zo rond het voorjaar van 70. Ik geloof dat ik dat een jaar heb gedaan, maar 21 uur in de week. Als je het dan net terughoort, hè? Hoe reageer je dan? Het staat het water in mijn handen. Toepasselijk is, denk ik, voor de situatie. Maar ik vind het niet leuk om het terug te horen. Want, ja, ik denk dat het voor iedereen geldt, maar we lijken allemaal wel Donald Duckies. Niemand had echt stembeheersing. En je wist eigenlijk niet waarover je praat. Maar het had natuurlijk met de hele situatie te maken. Het enige wat we deden was banden vullen. Niet echt radio maken op zich, wat je tegenwoordig dan doet. Nee, 21 uur per week is natuurlijk nogal wat. Ja, maar dat was niet het enige. Dan deed ik ook nog de tiprate bij, 1,5 uur. En dan natuurlijk ook af en toe invallen als er iemand ziek is. Ja, ja, dat kwam ook voor. Ik kan me nog goed herinneren. Er moest een keer een muziektewijde werk gemaakt worden. En ik zei, nou, ik doe dat wel even. En dat heb ik toen helemaal alleen gedaan. Ik heb eerst de verbindende teksten ingesproken op een bandje. En toen ben ik achter de mengtafel gaan zitten waar normaal dan een technicus zit. En ik heb het programma klaargemaakt. De band is naar het schip gestuurd. En na een dag of 5 lag ik om 8:45 nog in bed naar muziek terwijl ik werkte te luisteren wat ik had gemaakt. En tussen iedere plaat door hoorde ik het bandje voorbij komen met mijn eigen stem erop midden in de plaat. Want ik had vergeten om de veder dicht te doen. Bij het banden scherp zetten. Maar je bent niet ontslagen? Nee, niemand heeft ooit geweten wie het gedaan heeft. De technicus moest altijd zijn naam invullen, maar dat was ik toen vergeten. Of ik was het toen vergeten, gelukkig. 1:15, exact. Als alle vlaggen nog niet omhoog zijn, dan moet het nu maar gebeuren, want het is weer tijd voor de wekelijkse aflevering van Veronica's Muziekmuseum. April 1972. Het is vandaag in feite Koninginnedag, maar daar hebben we het morgen nog wel over. Vindt u ook niet, luisteraars? De 5e aflevering in de 2e jaargang. En wij, dat zijn Atje Bouwman en ik, die heet u een bijzonder hartelijk welkom op deze zondagse zondagmiddag. Het was elke zondag, vanaf de 2e aflevering lijkt het me ook vandaag weer zeer gepast. U zeer hartelijk te bedanken voor alle suggesties die u ons deed toekomen via postbus 218. We hebben dan ook zeer gretig gebruik gemaakt van alle suggesties die binnen zijn gekomen. Ja, werkelijk waar. En ja. Ik vind dat we gewoon niet zoveel moeten... Oké. Had je de rust feestelijk gehouden. Jimmy Soul. If you wanna be happy. Door mij, laten we dan zo zeggen, niet in een bepaald jaar tot iets thuis te brengen. Jimmy Soldersuit, if you want to be happy for the rest of your life. Op maandag 1 mei organiseert Radio Veronica in samenwerking met dansschool Wim van Dijk haar jaarlijks grandioze oranjebal in alle benedenzalen van Grand Hotel Krasnapolski in Amsterdam. Hieraan zal worden meegewerkt door maar liefst 12 orkesten met medewerking van Saris muziekinstrumenten, te weten de Valentino's, Groovy, Delic Control, het XYZ-combo, de Woodpeckers, de Beatrix Band, de Gebroeders Grimm, Think Tank, de Continental Uptight Band, Peter en zijn Rockets, Cardinal Point, Malte McNeil en de buitenlandse formatie Axis. De Radio Veronica Drive-In Show met medewerking van alle DJ's.
kaarten tegen de prijs van 8 gulden zijn verkrijgbaar bij Robouts Platenboutique, Kinkerstraat 345 in Amsterdam. Productie Dick de Bois. Alle mensen die op de race zijn, zijn op dit ogenblik op Zandvoort. Daar moet ik ineens aan denken. Die wens ik een ontzettende prettige racemiddag toe. Maar dan wel afgestemd blijven op de 192 meter. Want dit is Veronica's Muziekmuseum. Waar is het muziek deze dag? Vanzelfsprekend. Dit zijn de Golden Earrings. Daddy, buy me a girl. Oh nee, die is niet geschikt voor uitzending. Iedere maandagavond om 7 uur op Radio Veronica. De vreemdste hit van Radio ter wereld. Dit is top 10 van. Vanaf 10 voor 7 heb je geluisterd naar het grote Veronica-avontuur op Hilversum 2, deel 2, waarin we oude fragmenten uitgezonden hebben. Zometeen om 9:30 houdt Veronica ermee op. Dan nemen de collega's van Tele Jack het over en het ANP Nieuws om 10:30. Daarna zijn we terug met een programma over 20 jaar Radio Caroline. Het schip Mi Amigo is vergaan, waardoor het piratenzender Radio Caroline uit de lucht is. Het schip is in tweeën gevlogen voor de Britse kust bij de monding van de Theems. Aldus de radionieuwsdienst van het ANP op 20 maart 1984. 4 jaar later, om precies te zijn op 20 augustus 1983, was Caroline terug. You're listening to a test transmission from Radio Caroline on 319 meters, 963 kilohertz. Our programs commence tomorrow at 12 noon. Een nieuwe Radio Caroline, aangepast aan de stijl die bij de jaren 80 hoort. Een sobere presentatie en een discjockey die pas na 3 of 4 platen weer wat vertelt. Hij draait vooral LP-muziek met veel gouden ouwe, weinig hits en nauwelijks jingles. Discjockey Robin Ross. Well, self-style, that's an interesting way of looking at it. But in fact, there's no station in Europe dedicated 100% to... An album format. And essentially, if you think about it, there's enormous numbers of people all over Europe. We're sitting with 15 or 20 albums in their record collections. Most of them, you know, a bit lazy to have to walk over to the turntables and stick on the albums on a turntable to listen, i.e. their favorite kind of albums. And anyway, if you stick an album on a turntable, you tend to only have maybe one or two tracks that are good. So what we're really doing for people is we're playing their favorite tracks without them having to pull them out of their own collection, really. Of course, there are jingles. The Loving Awareness jingles, which I'm sure you've heard over the years. And we've had a tremendous response in Holland. Are you suffering from the aches and pains of a routine life of DA? Do problems and frustrations hem you into a pattern of self-destruction and negativity toward yourself and others around you? Life doesn't have to be a prison. Let LA prove it to you. Let me take you through your sadness. Face the things you cannot meet. Ronan O'Reilly ontkent dat de Loving Awareness jingles achterhaald zijn. Hij vindt zelfs dat er weer een nieuwe inhoud gegeven kan worden aan het idee. Hij noemt als voorbeelden de acties tegen de kruisraketten en de steun aan de milieuorganisatie Greenpeace. Caroline very much for Greenpeace. Caroline against all weapons of violence. And I obviously
I mean, a handgun in New York City to one individual can be every bit as damaging as a cruise missile. You know, one person is dead, it's one person too many. And for me, obviously the magnitude of the cruise is that everybody dies, but one person dead, whether it's among everybody or just that one person, is a dead person. Even terug naar de nieuwe stijl van Caroline. De discjockeys zijn enthousiast over het nieuwe format. U hoort Dave Richards. It's a nice freestyle. Within reason, you can play virtually what you want, which is a good thing. It's great. Yeah, working with this sort of format is great. Totally sort of freestyle. And as long as you don't go too over the top in any specific thing, then fine. I enjoy working with this format. It's very, very good. Robin Ross, een andere discjockey, denkt er als volgt over. This is a new Radio Caroline. It's a new ship, a new radio station. Okay, yes, in the 60s and 70s, Caroline did things. But now, this is a new idea, a new station, and lots of good music. That's the whole idea behind it. Even voorbij het Caroline-schip is nu een tweede zeeschip verschenen. Laser 730. Is Radio Caroline bang voor concurrentie? Discjockey Richard Davis. Very difficult to say. I would say that at the moment the commercial radio industry in Britain, as it stands, is very, very bad. And I think there's bound to come to a time when the IBA as such will collapse. As far as a place goes for pirate radio in Britain, yes, I feel there is at the moment, because even with the IBA local radio stations and the BBC local stations, there's still a massive gap to fill. And hopefully we, along with some of the land-based pirates, are doing that. From a point at sea to the circles of your mind, a new force is at work for planetary transformation. New radio for a new Earth on 963 kilohertz medium wave, Europe's voice of loving awareness is Radio Caroline. Radio Caroline News, brought to you by Newsweek Magazine. Good evening, Europe. It was on this date in 1964 that Radio Caroline began broadcasting to Europe. Those first broadcasts were from the motor vessel Caroline, which was at anchor 3.5 miles from the Frenton-on-Sea coast. It was Easter weekend in 1964, and Radio Caroline will be celebrating the radio uprising this Easter. For Caroline, I'm Jay Jackson. That was Radio Caroline News, brought to you by Newsweek Magazine. Caroline viert dit weekende haar 20-jarig bestaan met een uitzending van de top 1000 aller tijden. Een slotwoord, Caroline-directeur Ronan O'Reilly. My message would always be, give the jocks and give everybody who's working for the station as much freedom as they had when they were out on the ship. And then you, if that freedom exists, you know, you get a more accurate communication from the listeners and the viewers to what they really want, you know, because those people, given the freedom, react more instinctively, and it's a fresher, happier vibration coming across the airwaves. De vraaggesprekken werden aan boord van de Ross Revenge gemaakt door collega Jaap Stalenburg. Straks na 11 uur is Veronica ook weer via de FM te ontvangen. In het laatste deel van het grote Veronica-avontuur op Hilversum 2 kunt u dan luisteren naar Gert Berg, die met Rob Oud en Lex Harding praat over de toekomst van de Veronica-omroeporganisatie. Radiovisie.be, Radiovisie.nl, Radiovisie.eu. Drie adressen. 1. Enkele online mediakrant. Dagelijks de snelste actualiteit en de breedste duiding uit binnen en buiten. Maar vooral uit Radioland. En gratis. Radiovisie.be, Radiovisie.be.